Hey, jij gaat zo direct al die shots die we gedraaid hebben, Casper, ga jij bewerken. Ja. Hoe begin je? Nou, het begint met het script. Ik krijg het script, dat lees ik door. Ja. Aan de hand daarvan komen de regisseur, de cameraman en ik tot een aantal plannen hoe we het aan gaan pakken. Nou, aan de hand van die plannen gaan we het ook daadwerkelijk draaien op de set. Dan zorg ik dat ik er op de set ook bij ben, meekijk en adviseer van zorg dat het op die manier gedraaid wordt. Maar ik wil dus eigenlijk nu zoveel mogelijk zien van de effecten, dus de sneeuw. Ja, en dan wil ik eigenlijk ook Dolores in zien weglopen. Wat is dan volgens jou het beste wat we kunnen doen? Nou ja, dat ze sowieso niet de bunker afdekt, lijkt me een goed idee. Ja. En dus een beetje de richting die kant, dat we dat simpel houden. Ja. Worden visual effects veel gebruikt? Hè? Heel veel. Ja? Ja, eigenlijk alle series en alle films die tegenwoordig gemaakt worden, daar zit wat in. Als er sneeuw nodig is in een film, dan kan ervoor gekozen worden om in een land te draaien waar vaak sneeuw valt. Bijvoorbeeld in het oosten van Europa. Maar ja, dan kom je daar, is er geen sneeuw gevallen. Maar je staat daar wel met een ploeg van 35 man, dus er moet wel gewerkt worden. Nou, dan maakt Casper gewoon sneeuw in de computer. Kan dat met onze beelden ook, Casper? Ja, dat kan. Oké. Weet je wat ik irritant vind? Dit, die blaadjes. Kan je er iets mee? Ja, dan halen we die gewoon weg. Ja? En de graffiti? Dat is ook een beetje lelijk. Ja, nou toevallig heb ik daarvoor een fotootje gemaakt toen we daar aan het draaien waren van de bunker. Mm-hmm. Dus dan pakken we gewoon een stukje daaruit en dan plakken we dat eroverheen. Dan ziet het er zo uit, dan is het weg. En het is in de winter, toch? Ja. Ik vind het er een beetje zonnig uitzien. Klopt. Laten we daar even een beetje de kleuren voor aanpassen, dat het wat fletser en wat grauwere dag wordt. Mm-hmm. Zodat het hier wat blauwer en wat ja. Het ziet er gelijk wat kouder uit. Ja. En er ligt sneeuw. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Ja. Ook daarvoor hebben we een fotootje die we eroverheen kunnen plakken, die ik toevallig nog had. Nou, ziet het er zo uit. Wauw. En om het helemaal af te maken kunnen we dan ook nog wat vallende sneeuw toevoegen. Wat vlokjes. En ook nog bewegend. Ja. Dit is zo gaaf. Nou, sneeuw is een van de effecten die in de computer zit of die je kunt maken. Maar hoe zit het dan met de schaduw van het vliegtuig? Op zich, het vliegtuig zelf is wat lastig. Maar wat wel heel makkelijk te doen is, is de schaduw van het vliegtuig. Dus wat ik dan doe, is ik neem een heel eenvoudig modelletje van een vliegtuig. Ja. Daar hang ik een lamp boven en die laat ik een schaduw werpen. Dat zit allemaal in de computer? Ja, dat zit er gewoon in. Dat doet hij gewoon voor je. En die schaduw die gebruik ik om het wat we gedraaid te hebben te verkleuren, zodat het een schaduw is. En dan kan die gewoon voorbij vliegen. En iedereen gelooft nu dat er een vliegtuig overgaat. Inderdaad. Je kunt met visual effects dus de werkelijkheid aanpassen en veranderen. Een weiland in de lente wordt ineens een winterlandschap in 1944. En dat kun je niet alleen doen in speelfilms, maar ook met reclamefilmpjes en videoclips. Nou, om te laten zien hoe dat werkt, gaan we een videoclip maken van de Amerikaanse zangeres Sandra St. Victor. En ik mag meedoen. Hey,